Na de overwinning van Genk zondag in Lokeren wijzigde René van der Rijken zijn elftal op 4 plaatsen. De slachtoffers waren Mikulic, Beslia, Soetaars en Kevin van den Berg. In de plaats kwamen logisch de matchwinnaars van zondag, Thomas Châtel en Faris Aroun op het middenveld. Links achteraan Sigurdsson en vooraan Stojanovic naast Engelaar. Bij Jamel Beerschot verdwenen de twee Brazilianen Cadu en André Lima uit de basis. Zij werden vervangen door twee Belgen, Pieter-Jan Montaigne, terug uit schorsing, en Moussa Dembélé. De scheidsrechter was Claude Bourdoux, de commentator Dirk de Vet. Van voor met wat ruimte. Nu kunnen ze lopen en de ruimte zoeken. De bal gaat naar Daarden. De Vrij trekt daar naartoe. Sigurdsson komt in steun, snel voorgespeeld. Haroun had het kunnen openbreken. In een wedstrijd die bijna niet kan openbreken omdat Jamel Beerschot ze helemaal op slot houdt. Goeie voorzet op Haroun, maar die kopt recht op Luciano. Kroes. Opnieuw Dixon, snel gedraaid. Komt Soleil tegen, een lichtgewicht tegen een zwaargewicht. Hier is Daarden. Daar is Stojanovic. Van Doorn er naartoe. Stojanovic speelt hem door de benen. Het schot op de vuisten van Luciano. Haroun recupereert. Châtel. Engelaar. En dan geen overtreding, denk ik. Of toch een overtreding. Duidelijk wel. Geeft de lijnrechter aan. Overtreding van Cvitanović. En die krijgt de eerste gele kaart in de wedstrijd. En daar komt de vrije trappen in. Swingen met Koen Daarden. Luciano komt en stompt. Engelaar. Met een hard schot. Luciano. Maar er was al gefloten, denk ik, voor een overtreding van Soleil. Maar toch was het schot spectaculair om te zien. De save zo mogelijk nog spectaculairder. In eerste instantie leek me dat een overtreding van Hoefkens. Engelaar en dan Luciano. Mooi. Corner nu voor Genk. Plots is het geen schaakwedstrijd meer, maar een echte sfeervolle voetbalwedstrijd. Thomas Châtel. Werkt die bal stevig. Kopbal van Soleil. Geen goeie. Opnieuw Châtel. Matuku geklopt in de lucht. En het schot van Daarden naast. Knikker tegen knikker. Matuku en De Vrij. Is De Vrij niet meer op te lappen na die botsing met Matuku. In zijn plaats komt Wim de Dekker. Daarden. Sigurdsson. De Dekker op deze manier uitgespeeld. Maar die komt terug. Sigurdsson, Engelaar. Stojanovic loopt erdoor en schiet hem binnen via Luciano. Het is 1-0. Precies 35 minuten gespeeld. Het slot is gekraakt. Al hadden ze wat meer de bal, die van Jamel Beerschot, de jongste minuten, zeg maar al een minuut of 10. Maar dan gaan die erin geloven en dan gebeurt dit. Niet helemaal in positie. De pingelaar is Engelaar. Heeft de bal mee met Stojanovic. Die loopt er wel vrij makkelijk door. En via Luciano gaat de bal binnen. Na 1 goal in de competitie scoort hij nu ook in de beker. Nenad Stojanovic. Priske, één tijd. Nee, dat doet hij niet. Laat Haroun maar lopen en speelt de bal naar Châtel. Want voor Ginder komt Engelaar. Voor de goal een man of 3. Goeie bal op Haroun. Maar niet goed genoeg, want Cvitanović stond daar ook nog. Eigenlijk staat Jamel Beerschot nog altijd voor dezelfde opdracht. Doelpunt scoren in de uitwedstrijd. Hier is de Dekker. Misschien kan hij een schot proberen of een goede bal geven aan Cavens. Maar die wordt teruggevlacht. Maar je ziet dat het kan gebeuren. Net een haartje te veel. Buitenspel. Op. Montaigne. Messoudi. Dembélé. Bal vast. Montaigne met de voorzet. Oeh! Dat kwam goed. Ik zag hem erin vliegen via Sigurdsson, maar dat zal wel optisch bedrog geweest zijn. Hier komt hij, Sigurdsson.
Komt de bal voorlangs, zullen we maar zeggen. Engelaar dan via Haroun. Bal voor. Haroun. Geraakte wel gedraaid, maar niet met de bal. Toch nog Genk met Stojanovic. Engelaar ineens naar Châtel. Priske komt helpen. Châtel zet hem voor doel. Haroun! Kon er net onvoldoende bij. Mooie momenten krijgen we te zien van Racing Genk. Voorlopig vertaalt zich dat in één doelpunt, maar er zitten er nog aan te komen. Kopbal van Faris Haroun. Dufkens over de grond naar Dembélé. Soleil komt dan. Verkeerd balcontact van Koen Daarden. Bal in de voeten van Dixon. Hier is de kans voor Cavens. Moons ver uit zijn doel, maar Jurgen Cavens scoort. En zo is het 1-1. En zo zie je maar dat die marge groter moet zijn. En dat je vooral in een thuiswedstrijd, in een heenwedstrijd voor de beker geen tegengoal mag pakken. Dat weet haast iedereen. Jurgen Cavens, Moons misschien net iets te snel uit dat doel, iets te enthousiast. Cavens maakt het koud af. En het is 1-1. Daar staan die van Germinal Beerschot en die zijn er blij om. En zij ook. Mesudi. Cavens. Kroes. De Dekker. Mesudi. De Dekker. Goed gelopen, Daniel Kroes. Dembélé wacht. Inspeelpaas is te hard. Wissel bij Genk, doelpuntenmaker Stojanovic. Er gaat en Tom Soetaas komt erin. Vrije trap Genk met achter de bal. Koen Daarden, 17 minuten nog. Kopbal! Van de man met het nummer 10. En dat is Tom Soetaas, de invaller. Maar het leer viel binnen het bereik van Luciano. Van de schoen van Svitanovic even, dat was voldoende voor balverlies. Hier komt Karel Hoefkens. En daar gaat Jurgen Cavens. Moons is weer ver uit zijn goal. Cavens, daar komt het schot. Maar dat draagt niet ver. Bijna was het 1-2. Svitanovic. Probeert het van ver. Bal kreeg nog een verrassende bots mee, maar hij ging voorlangs. Daarden. Goed, goed hoorde lopen ook. Soetaas wacht op de bal. Daarden probeert een schot. Luciano met een geweldige save. Bal is bij Pestia en hier is de voorzet. Maar daar stond niemand. Geweldige knal van Koen Daarden. Was het. Maar Luciano geeft niks weg. Voor Germinal Beerschot is dit er eentje die kan tellen. Door het doelpunt van Jurgen Cavens klopte het verhaal helemaal. Ze komen 1-1 spelen in het Phoenixstadion. En hebben daardoor de beste uitgangspositie voor de terugwedstrijd. Hij is de winnaar van het schaakspel, Mark Brijs. Ja, Germinal Beerschot wil zo graag af van zijn grijze muisimago. Dat kunnen ze door ver te raken in de beker.